We zijn vandaag bij Rinus Vrijdag, een oud Krooswijker. En ik ga het aan Rinus de vraag stellen. Rinus, hoe speciaal was voor jou Krooswijk? Ja, heel speciaal natuurlijk, want ik ben er geboren. En ik heb er 40 jaar gewoond voordat ik dus hier nu naar Capelle verhuisde. Dus ik heb heel Krooswijk, zeg maar, in zijn stadium met oorlog en alles meegemaakt. En dat is natuurlijk, ja, dat was heel speciaal eigenlijk. Je bent geboren in de Ruubroekstraat, vertelde je. En op welke hoogte ongeveer? Nou, dat is heel frappant. Dat was vroeger zo. Want ik ben eigenlijk geboren op nummer 140. En toen had mijn moeder, die had een nieuwe, hoe heet het? Lopertjes nodig voor de trap. En toen ging ze gewoon weer naar een andere huisbaas. En die zei dan van, nou kom hier maar wonen, dan krijg je een nieuw lopertje. Dus hup, gingen we zo vier dingen verder. Dus woonden we op 144. Dus ik ben op 140 geboren. En twee, zeg maar, straat, tenminste twee huizen verder, zijn we toen gegaan. Ja, toen ging mijn moeder weer verhuizen ervoor. Speciale vriend had. Ja, dat was een vriend. Daar ben ik dus nu nog vriend mee. En dat is al vanaf mijn 6e jaar. Dus we zijn eigenlijk al, zeg maar, meer dan 70 jaar zijn we vriend. En daar hebben we van alles al mee uitgevreten, zoals ze dan op zo'n. Maar, hoe heet die vriend? Die vriend heette Kees van Dongen. En die woonde eerst bij ons aan de overkant in de Ruubroekstraat. En die is na de hand verhuisd naar de Frederikstraat, dus een straatje verder. Maar we zijn altijd tot nu toe zelfs nog met elkaar omgegaan. En ja, we hebben natuurlijk van alles beleefd. De oorlog. En we hebben overal gesjacht voor eten. En we hebben hout overal weggestolen. En ja, we hebben de gekste dingen uit moeten halen om natuurlijk ook te kunnen overleven. In de oorlog had je dan een stichting en die zei van nou, die kinderen van die mochten dan naar de boeren toe om op te knappen, een beetje met te eten en zo. En daar was hij geweest. En toen zegt hij, joh, dan gaan we naar oma Ane, die woont in Streekwerk. En toen gingen we gewoon lopen. Maar ja, we hadden helemaal geen erg in dat je zegt van nou, dat lopen we even heen en weer. Dus we kwamen daar aan. En toen konden we natuurlijk niet meer naar huis. Maar ja, wat was er? Geen telefoon. Er was niks in die oorlog natuurlijk. Dus die ouders die waren verschrikkelijk ongerust. Want die wisten helemaal niet dat we weggegaan waren om daar een beetje eten te gaan halen. Dus we hebben daar s'nachts geslapen. En toen zijn we de andere dag zijn we dan teruggegaan. Hebben we nog een heel stuk gelukkig op een paardenwagen mee kunnen liften. En dan een klein zakje met wat aardappels en wat fruit en wat dingen. En daar kwamen we zo weer mee terug. Nou, mijn vader stond eerst klaar dat hij dacht, nou mep ik hem in elkaar. Maar aan de andere kant was hij natuurlijk blij dat we weer boven water waren. Over de oorlog kan jij 100 uitvertellen, maar daar wil ik straks op terugkomen. Nog even een vraagje over de Ruubroekstraat. Die had van die befaamde koninginnenfeesten. Kan je daar iets over vertellen? Nou, die feesten, daar kan ik me dus heel weinig van herinneren. Dus ze waren er wel, dat was aan het eind van de Ruubroekstraat dan. Dus het was meer naar de Kruiswijkse wegkant toe. En er werd dan wel wat versierd en gedaan. En daar hadden we dan, ja, dat daar dan gedanst werd. En, maar ja, natuurlijk niet in de oorlog natuurlijk, want ik ben dan 13 maart ben ik geboren en in mei kwam die oorlog. Dus ik was net 9 jaar en toen begon die oorlog. Dus er waren al die koninginnenfeesten waren over. Ja, ik toch uit je woorden, je komt iedere keer toch weer terug op die oorlog. Dat is een hot item van jou. Je hebt iets heel bijzonders meegemaakt in de oorlog. Vertel daar eens wat over. Op het eind van de oorlog, ongeveer in 1943, is er een vliegtuig neergestort. En dat is in Krooswijk gebeurd. En dan is op de splitsing van de Boezemstraat en de Boezem Nieuwe Krooswijkseweg. Er was een soort plein. En daar is dat vliegtuig neergekomen. Brandend en al, maar dat heb ik natuurlijk niet gezien. We hoorden wel s'nachts dat er dus vliegtuigen overkwamen. En zo via hoorde je wat. Maar ik ging in de Russenvlaam naar school. En dan ging ik elke middag kijken naar de vliegtuig, naar die wrakstukken en zo, want dat was natuurlijk geweldig. Die hadden ze daar allemaal verzameld op dat plein. En er stond een schildwacht bij. En er was er ook een heel klein motortje, een elektromotortje met een paar pijpjes er nog aan en zo. En toen dacht ik, als ik dat nou eens meeneem, hè, als soort aandenken, ja niet direct als aandenken, maar ik denk hè, als souvenir. Dus op een onbewaakt ogenblik, een van die dagen, toen was die
soldaat die keek even niet en ik had dat ding meegenomen en ja, dat heb ik al die tijd toen thuis bewaard. En ja, nu word je natuurlijk wat ouder en denk je, ja, waar moet je ermee? Want aan de ene kant heb het wel wat waarde natuurlijk, maar aan de andere kant, je familie of zo, die zegt, ja, wat moet je met dat ding? Dus ik heb het geschonken aan de Oorlogsverzetmuseum toen. En daar heb ik ook een brief bij gedaan en een oproep gedaan aan verschillende mensen. Of die ook in Kroosrijk woonden, of die er ook wat van dat wisten. En of die dan contact op wouden nemen, dat je dan een verhaal krijgt in die zin van wat er dan ook werken. Allemaal is gebeurd natuurlijk. Waren die stenen allemaal van de Delftse Poort, die waren allemaal vernemd. Dus daar konden we dan zien, als kinderen speelden we erop. Okay. En nou, is het doorgegaan en is hier neergekomen. Ik denk ook wel gedeeltelijk over, ja, misschien ligt er nog wel wat in die boezem, je weet het niet.